Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou jongens, het is niet het weekendje geweest wat ik gehoopt had te zijn. Ik heb wel twee vlogs opgenomen, dat is wel het positieve ervan. Maar eigenlijk het weekend was eigenlijk wel goed. Alleen vandaag was een beetje kloten. Er was nog wel gebeurd. Daar ga ik verder niet over in details treden. Nou, de kerstverlichting is nog steeds niet opgehangen, want het lukte niet. Ik ben er maar mee opgehouden. Ja, soms als iets niet gaat, dan gaat het gewoon niet. En dan moet je het gewoon een andere dag weer gaan proberen. Dan lukt het misschien wel. Mijn camera doet het niet. Ik heb elke keer een E6210 heb ik in mijn beeld. Dat knippert als een idioot. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Eén batterij kan ik helemaal niet meer gebruiken. Deze batterij is ook niet echt helemaal goed. Dus troubles in ieder geval. Troubles. Ik heb wel twee vlogs opgenomen. Maar mijn camera die loopt nu heel erg raar te doen. Dus ik hoop dat het oplost in ieder geval. Ik heb de camera morgen nodig, want morgen ga ik weer een vlog opnemen voor jullie. En dan moet ik wel een camera hebben. Anders moet ik het met mijn telefoon gaan doen en dat is niet echt heel erg leuk. Dus ik hoop in ieder geval dat het gaat lukken in ieder geval. Ik ga dus eerst eens even proberen kijken wat nou precies die fout is. Want ik zie de hele tijd zieke fout in mijn beeld. Oh, hey, ik hoor mijn intro. Ik krijg weer Amazon in plaats van dinges. Ja, ik weet echt niet wat het is, jongens. Ik weet echt niet wat het is. Het is ik moet nog even gaan lopen zoeken, want ik kan in ieder geval niet vinden wat het nou precies is. Maar in ieder geval, problemen dus aan deze kant. Ik ga toch eens kijken wat, ik kan wel proberen. Ik kan gewoon bij Sony camera kijken. Sony camera, camera, camera. Fout ES6210, dat is hem. Hey, ik zie hem. Wat is de fout? Opgelost. Melding 6210. Hey, opgelost. Even kijken hoor, even koekeloeren. Want kijk, weer een of andere cookie ding dat je cookies moet in dingen potverdikken. Jongen. Als het niet gaat, dan gaat het ook niet, hè? Nou, hier is nog iemand, die heeft ook zo'n probleem. Maar, het is een foutmelding van mijn lens, is het. Waarschijnlijk werkt een reset en zal je camera ter reparatie moeten aangeboden worden. Oh, jeetje. Melding over de storing. Eens even kijken. Ik heb het navraagd. Het gaat om een foutmelding van de lens. Waarschijnlijk werkt een reset niet. En zo je camera. Oh, dat is hetzelfde wat ik al. Dit is helaas een welbekend probleem dat duizenden gebruikers bij het gebruik van Sony cams. Ondertussen zijn er 420 schoondingen opgelijst. Ik heb de foutmelding helaas ook. Nou, dat is allemaal lekker, jongens. Het schiet allemaal lekker op. Nou, kan iemand nou gewoon even zeggen wat het is? Ik wil gewoon weten wat de kosten zijn. Nou, als ik deze camera moet laten wegbrengen, kan ik beter een nieuwe camera kopen. Oh, jongens. Wat een fout allemaal. Wat een fout allemaal. €219 gaat het kosten, zegt iemand. Jongen. Heb net wel een andere workaround ontdekt. En wel nog om de camera te werken.
Leg je vinger tegen de rand van de lens, camera aan. Eén keer de lens tegenhouden, lens loslaten, lens komt naar buiten. Beeld wordt snel weergegeven zonder ROE. Nou, dat zou ik toch nog eens een keertje moeten proberen. Ik ga dat eens proberen voor de grap. Eens kijken of dat lukt. Nou, ik heb het nog eens geprobeerd wat er precies zei, maar... ik weet niet wat voor iemand dat is. MGO Design. Nou, fantastisch, maar dat lukt gewoon niet, hè. Even kijken, wat vervelend om te horen. Ja, nu al 7 weken weg voor reparatie. Gelukkig heb ik ook nog een paar extra garantie erbij gekocht. Nou, fantastisch. Daar staat ook helemaal niks op. Het is gewoon een cameraprobleempje is het. Een batterij eruit en een beetje tikken tegen je zoomlens. Ja, dat biedt natuurlijk geen oplossing. In het andere filmpje wordt een stukje bij beetje uitgepeld. Daar begin ik echt niet aan. Tientallen mensen. Welke garantie houdt u op die camera? Heel apart. Hier heb ik een gedupeerde gedupeerde aanmeldingen. Jongens. Nee, het is echt een foute shit. Maar volgens mij heb ik deze fout wel eens eerder gehad. En ik denk dat het gewoon tijd is voor een nieuwe camera. Ik denk dat dat het is. Ik zou het anders echt niet weten. In ieder geval, het is balen is het. Het is kloten. Camera's scheiden wel eens mee uit. Hè. Ik heb deze camera nou ongeveer, ik denk alles bij elkaar... Ja, ik denk wel 5 jaar gehad of zoiets. 5 jaar of zo denk ik dat het is. En ik heb natuurlijk wel ontzettend veel met deze camera gefilmd. Hè. Een ander die maakt natuurlijk heel veel filmpjes. Of een filmpje en dan leggen ze het weg. Ik heb natuurlijk dag en nacht deze camera bijna gebruikt. Mag ik wel zeggen. En met volle tevredenheid. Ja, ik denk dat ik deze camera... Ik zal deze camera in ieder geval niet wegdoen. Ik bewaar hem in ieder geval. Ik vond ook... dat hij heel erg schokte de verleden keer. Maar dat doet hij nu niet. Hij schokt niet echt. Dus, ik weet het ook niet. In ieder geval, het is heel raar. Nee, ik zie hem nou echt niet schokken. De verleden keer schokte hij helemaal. Dus, nou, dat valt nu wel reuze mee. Het beeld is best wel scherp. Afhankelijk van die vinger hier ook. Maar voor de rest valt het reuze mee. In ieder geval, even dit korte vlogje eventjes. In ieder geval 2 vlogs komen eraan. Morgen ga ik ook weer vloggen. Ik hoop dat de camera het doet. Mocht hij het niet doen, dan ga ik gewoon verder met mijn telefoon. En dan moet ik gewoon verder kijken naar een nieuwe camera. Helaas, het is niet anders. Ik heb natuurlijk heel veel video's ermee gemaakt. En een camera is ook wel eens op. Dus dat is heel jammer en heel spijtig. Maar ik heb nog wel wat geld. Ik heb nog wel wat centjes. Dus ik zou nog wel een nieuwe camera kunnen kopen. Een camera is best wel duur. Ja, ligt er eigenlijk aan hoeveel je ervoor uit wil geven. Met deze camera heb ik best wel plezierig gewerkt. Al die tijd. Het was een goede camera. Ik heb er leuke dingen mee opgenomen. Maar ja, eens houdt het een keer op. En natuurlijk, hè jongens. Eens houdt het natuurlijk een keer op. Ik ben even aan het zoeken naar Bobby Jouwland. Juist. Eens even kijken. Ik ben even die vlog aan het zoeken. Ik heb hem gevonden. 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, jongens. 4 jaar geleden. Dus dat betekent dat hij... even kijken hoor. Meer. Ik heb mijn allereerste vlog met deze camera... heb ik opgenomen op 27 oktober.
2018. Dus zij is 4 jaar is die geworden. 4 jaar deze camera, ja. Dag in dag uit gebruikt. Ik zou deze camera niet weggooien. Zoals ik al eerder zei in de vlog. Ik bewaar deze camera natuurlijk. Ik kan hem altijd gebruiken als reserve. En ik... ja, dit is eigenlijk mijn eerste gewone echte filmcamera. Ik heb natuurlijk altijd met zo'n cameraatje gefilmd zoals deze. Ik zal hem even laten zien. Dat is eigenlijk het begintijd eigenlijk van mijn YouTube carrière. Altijd met zo'n cameraatje altijd gefilmd. Dit is eigenlijk ja, echt mijn eerste camera is dit. En ja, altijd met plezier altijd gewerkt ermee. Ja, deze krijgt een plekje naast die andere camera die ik heb. Dus dan, dan gaat het allemaal wel goed komen allemaal. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ja, jammer dat het even een wat mindere vlog is. Ja, slechte dingen gebeuren ook wel eens. Maar ondanks alles gaan wij gewoon door. En ik blijf toch filmen. Ik heb nu weer 2 filmpjes. Die gaan jullie de aankomende paar dagjes gaan jullie die zien. En morgen ga ik weer naar de F. En dan probeer ik ook weer te filmen. En als dit alleen maar blijft knipperen en zo, dan is dat nog niet heel erg een probleem. Mijn batterij blijft het in ieder geval doen. Dus dat is wel een heel groot voordeel. Ik kan gewoon, als het goed is, blijven filmen ermee. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.